De petitie die gaat in op de grote bezwaren tegen dit plan. Zoals hele grote bomenkap, veel te duur, et cetera, et cetera. En een heel groot aantal mensen heeft deze nu getekend. En hoe groot is zo'n aantal? Hij is nu getekend door 2192 personen. Van harte welkom bij deze vergadering. Alle mensen op de publieke tribune, ook de raadsleden, de 11 insprekers die zich hebben aangemeld. We gaan het vanavond hebben over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan westelijke ontsluiting. Dat ontwerp bestemmingsplan heeft een inzage gelegen. Er zijn 48 zienswijzen ingediend. Er is nu een zienswijze nota die we bespreken en de voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast was er nog een motie aangenomen getiteld Niemand mag erop achteruit gaan wat betreft leefbaarheid en milieu. En ook daardoor zijn enkele aanpassingen geweest. Wij zullen dit alles bespreken vanavond. Daar hebben we 2 uur de tijd voor. Ik wil een filmpje laten zien wat een brede kader aan deze raadsbijeenkomst geeft. En daaraan wilde ik mijn spreektijd geven. Zeg maar. Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. In 1981 had Amersfoort 88.000 inwoners, per heden 153.000 en in 2030 is het voor 172.000. Dat is dus bijna een verdubbeling sinds ik hier ben komen wonen aan de Dam Fokkemaan. U hoeft bijna fantasie te hebben wat die enorme groei voor de buurt heeft betekend. Graag de raad. Op 11 oktober aanstaande is het leed van 50 jaar discussie geleden. Ik feliciteer u nu alvast met het positieve besluit dat u ongetwijfeld zult gaan nemen op de Westelijke Rondweg. Ik ben daar heel erg tegen. En waarom? Omdat het een enorme verspilling van geld is, natuur. Er worden bijna 3250 bomen gekapt. De dieren gaan daar aan kapot. Als je op een gegeven moment zegt van ik moet ongeremd het autoverkeer zijn gang laten gaan, dan zou het best kunnen zijn dat het nodig is. Maar aan de andere kant, als jij een beleid wil voeren om dat eens een keertje wat te gaan terugdringen, dan denk ik dat het niet nodig is. Zou de ondernemers vragen wat ze belangrijk vinden, dan is dat het ruimte voor ondernemen en bereikbaarheid. En als we het dan over bereikbaarheid hebben, dan zitten we op een slotverrekening hiervoor. Dan is de verbinding naar het zuiden en het westen gaat over de westelijke ontsluiting. Het merendeel van de wijk is tevreden. Ook de enquête heeft in de wijk aangetoond dat van de 200 huishoudens 80% voor is. De zaak die nu binnen onze vereniging de aandacht vragen is dat wij graag willen meedenken met de planning van de bouw en wat daar gebeurt en de overlast die dat eventueel voor de wijk kan veroorzaken. C. We een enorme ecologische en milieuschade kunnen vermijden door de verkeerssituatie hier te laten zoals die is. Met misschien een paar kleine aanpassingen zoals in de 10PLUS is voorgesteld. D. De voorgestelde natuurcompensatie in de Eenpolder betreft een totaal andere biotoop dan het droge stuwalbos. En het is gewoon boerenbedrog. Het is belachelijk. En ik zal u vertellen waarom. Ik kom daar minstens 3 keer in de week hardlopen. Om 1:00 of 8 morgens. Er staat steeds minder, wat zeg ik, staat bijna helemaal geen file meer. Dus een oplossing voor een probleem wat er niet meer is? We gaan 70 miljoen uitgeven voor een halve minuut. Dat is uitgerekend door een alternatief bureau. Voor een halve minuut tijdwinst om dan verder aan het begin en het eind weer vervolgens in de file te gaan staan. Nogmaals alvast gefeliciteerd voor uw positief besluit op 11 oktober. U laat daarmee onder grote druk van de minderheid uiteindelijk de democratie zegevieren. Als je 60 miljoen aan investeringen kunt krijgen van de provincie voor een relatief geringe eigen investering voor een prestigieus project, ben je gek als je dit niet aanneemt. Ook al is het schadelijk voor milieu en gezondheid van bewoners. Tegenstanders in de coalitie maak je mond dood door hen in het coalitieakkoord op een aantal weinig concrete punten waar eigenlijk niemand tegen kan zijn, tegemoet te komen in ruil voor hun steun. Bijvoorbeeld door stimulering burgerinitiatieven en keuzevrijheid in de zorg voor kwetsbare groepen. Die motie, niemand mag erop achteruit gaan, nou dat gaan we dus wel. We vragen u dan ook om op te houden met deze schijnvertoning. Het is klaar, we moeten weer vrede sluiten en samen een goede oplossing zoeken. Werken aan een mooiere, belangrijkere zaak. Dit project zal anders vooral verliezers kennen. En ik wil met name nog 1 extra potentiële verliezer noemen en dat bent u, raadslid van de coalitie. Als ik nu over de weg rijd, en ik rijd daar heel vaak in de spits,
De doorstroming is prima. Ik durf bijna wel te zeggen dat er bijna nergens in en om de stad in Amersfoort de doorstroming beter is dan daar. Maar die weg is gewoon niet nodig. En niemand kan mij aantonen waarom die weg nodig is. Waarom willen we hem dan toch passé leggen? Ja, sommigen willen dat, maar wij willen dat natuurlijk niet. Waarom is die volgens u niet nodig? Waarom is dat aangetoond wat u betreft? Nou ja, eigenlijk bij de oude cijfers zag je al een goede variant. Een goed alternatief, variant 2. Ja. Die de doorstroming eigenlijk voldoende verbeterde. Die nut en noodzaak, waarom blijft die zo belangrijk? Nou, de onderzoeken zijn onvolledig geweest. We hebben herhaaldelijk gevraagd, andere partijen ook, GroenLinks ook, de Amersfoort 2014 ook, om extra aanvullingen op de onderzoeken. En iedere keer wordt er continu nee gezegd. We lopen gewoon tegen muren op. Dus die onderzoeken zijn al niet toereikend geweest. We zien in andere plaatsen waar wel die onderzoeken volledig worden uitgevoerd, dat er steeds vaker blijkt dat wegen helemaal niet meer nodig zijn. Dus u denkt dat als die onderzoeken wel goed aan bod komen, dat die noodzaak nog wel eens zeer discutabel zou kunnen zijn? Dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, er wordt steeds meer vanuit gaan dat het verkeer maar blijft groeien. Maar we zien juist dat er een verandering in de maatschappij is. Mensen gaan steeds meer thuiswerken. Mensen gaan steeds minder gebruik maken van de auto. Het autobezit neemt af. En dat heeft effecten. En het zou best kunnen zijn dat in de toekomst dat we ook met krimp te maken gaan hebben. En ja, dus ik vind echt, we moeten recente cijfers gaan gebruiken. Dat we goed voldoende onderzoek uitvoeren. Ja, het houdt de gemoederen nog steeds bezig. En nog steeds wordt er gevraagd om die nut- en noodzaak discussie. Ja, dat klopt. Je ziet dat mensen die het liever niet willen, daar nog steeds de vragen over stellen. Ik constateer dat de Raad daar een keuze in gemaakt heeft. En voor mij zijn dat dan de kaders om het verdere plan uit te werken. En als, wat men steeds roept, er steeds nieuwe gegevens opduiken, waardoor je zou kunnen zeggen, jongens, zitten we nog steeds op de goede weg met die oude aannames? Is dat dan geen reden om toch nog te kijken of de plannen anders of helemaal niet uitgevoerd zouden moeten worden? Ja, we hebben dat gedaan. We hadden in het begin hadden we cijfers van 2011. Die hebben we in 2014 hebben die geactualiseerd. En daarin zag je dat de groei wel doorzette, maar iets later kwam. Je hebt dat een beetje bij dit soort trajecten die nogal lange doorlooptijd hebben. Ik hoorde vanavond ook nog wat dieren voorbij komen die daar eerst niet zouden zijn of niet aangetoond waren en er nu wel blijken te zijn. Zijn die verhuisd of is er voor die tijd niet goed onderzoek gedaan? Ja, allebei is niet helemaal waar. Want ze waren er al. En dat hebben we ook in onze natuurwaarderapport hebben dat aangegeven. Dat er sporen zijn gevonden van. Wat belangrijk is of ze daar ook wonen. Ja, het klinkt een beetje alsof het mensen zijn. En dan moet je goed kijken naar in welk gebied dat precies is. En gaat het dan om het gebied wat wij raken of gaat het om het gebied wat we onderzocht hebben? Nou, we hebben zeer ruim onderzocht. Dat hebben we met nadruk gedaan om dat goed te kunnen meten. Maar dat er dassen waren, dat wisten wij. Kortom, de dassen, de boommarters en de zandhagedissen hoeven zich wat u betreft nog geen zorgen te maken. Nou ja, voor wat betreft de boommarter, die verplaatst zich zoals de naam al aangeeft via de boom. En je ziet bij het ontwerp voor de BW-laan Noord, dus ten noorden van het dierenpark, dat daar juist met een middenbermconstructie wordt gewerkt. Waardoor die op een makkelijkere manier van de ene kant naar de andere kant via de boom kan gaan. Dus daar wordt wel degelijk rekening mee gehouden. Het ziet er nu naar uit dat de Raad in oktober het besluit gaat nemen. Nou, dan staat natuurlijk altijd voor mensen de weg open naar de Raad van State. Ik schat zo in dat dat gaat gebeuren. En dan is het afhankelijk van de snelheid van de Raad van State om een uitspraak daarover te doen. Ja, wanneer dan de spaan in de grond gaat, ik mag hopen nog voor het einde van deze raadsperiode. Maar er zijn ook een aantal belangenorganisaties die inmiddels gezegd hebben van nou, het heeft geen zin meer om in te spreken. Hier heeft u onze bijdrage en we zien elkaar wel bij de Raad van State. Dus daar moeten we uiteindelijk ook nog naartoe dan? Ik vrees van wel, want ik ben bang dat deze raad, of in ieder geval de coalitiepartijen, elkaar zo stevig vasthouden dat daar niet meer door te komen is. En dat vind ik heel erg treurig. Is dat nou leuk, zo'n vergadering leiden? Ja hoor, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om zo'n vergadering te leiden. Naderhand denk je natuurlijk wel, heb ik alle onderwerpen voldoende laten bespreken. En heeft u dat gedaan? De nut- en noodzaakdiscussie, je kon merken, mensen wilden daar niet meer opnieuw over spreken. Ik denk over het hele participatietraject en over het rapport van de ombudsman. Ik denk dat het goed zou zijn om daar meer aandacht aan te besteden dan we hebben gedaan. Tegelijkertijd had dat niets te maken met de beslispunten. Dus ik moest me wel focussen op de beslispunten die 11 oktober dan besproken zullen worden. En bent u er zelf al uit? Wij als partij zijn eruit. Ja, ja, we zijn een coalitiepartij. Oh kijk, dat zegt voldoende. En waar kunnen we dat dan allemaal zien? Bij Amersfoort Gezien natuurlijk.